Welkom bij de Kat Koeno podcast. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Koeno podcast. En vandaag heb ik de gast Debbie van Kleef. Hey Debbie, welkom. Hey Kat, goedemiddag. Leuk dat ik erbij mag zijn. Nou, geweldig. En all the way from het buitenland. Wat leuk. Yes. Ik zit inderdaad op het moment in het bloedmooie Zweden. Oh, wat heerlijk. Vandaag een beetje grijs is, maar het was de afgelopen dagen heerlijk zonnig. En dan is het super mooi met al die verkleurende bomen. En ja, super. Ik ben in mijn element. Zeg. Jij bent in je element. Jeetje Debbie, ik zat te denken, waar kennen we elkaar van? Maar jij bent in ieder geval een tijd lang mijn virtual professional geweest. En jij hebt mij geholpen met wat dingen op afstand. En ja, superleuk. Maar ja. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo heel veel over je. Zou je misschien iets meer over jezelf willen vertellen? Tuurlijk. Daarvoor ben ik hier natuurlijk. Mijn naam is Debbie van Kleef. Ik ben 46 jaartjes oud. Ik woon in Sittard. Dat is in Limburg voor de mensen die het niet kennen. En die dat vast ook wel horen aan mij. En daar woon ik met mijn kat Luna. Verder ben ik ondernemer. Sinds vorig jaar eigenlijk fulltime. En sinds 2017 ben ik parttime begonnen. Zeer goede beslissing geweest. Ik heb er ontzettend veel plezier aan om andere ondernemers te helpen met hun websites, online academies of met e-mail marketing. En ik vind het super om dan al die technische dingen aan elkaar te knopen, zodat processen automatisch lopen. Zodat je eigenlijk daar geen omkijken meer naar hebt. Geen dingen meer handmatig hoeft te doen. Dat is wat ik het allerleukste vind. Wat cool. Ja, daar heb je mij vorig jaar dus ook mee geholpen. Met daarover meedenken en dingen een beetje stroomlijnen. Wat gewoon best wel lekker is. Want soms als je zelf met die dingen bezig bent, en vooral als je een creatief bent, dan kan je soms door de boom het bos niet meer zien. Dus het is heel lekker, sowieso gewoon heel lekker als iemand dan even meekijkt en zegt van, hey, daar ben je een steekje, heb je een steekje laten vallen, of daar kan je het nog zo doen en dan wordt het slimmer en zo. Zo gewoon super nuttig natuurlijk om slimmer te gaan ondernemen. Ja, precies. Ja. En dus op afstand en eigenlijk ook gewoon vooral de digitale processen, wat natuurlijk gewoon heel nuttig is. Ja. Ja. Cool. Ja, als je ook iets wil verkopen via je website en een training of een of ander digitaal product waar mails door moeten worden verstuurd, dan is het gewoon super simpel of super handig als dat gewoon allemaal automatisch gaat. Dus dat je daar niet zelf nog dingen aan hoeft te doen, maar dat je daar een beetje het passieve inkomen idee eigenlijk. Ja, lekker. En dat vind jij dus heel leuk om te doen, cool. En hoe ben je daar zo bij gekomen om dit te gaan doen? Sowieso om ondernemer te worden? Dat is een hele goede vraag, want ik heb mezelf nooit als ondernemer gezien. Ik dacht altijd dat dat mensen waren die dat van kind af aan al wilden en dat met de paplepel kregen ingegoten van thuis. Dat is bij mij absoluut niet het geval geweest. En ik werkte een paar jaar geleden al meer dan 20 jaar bij een IT-bedrijf, waar ik altijd ook hele leuke kansen heb gehad en een hele leuke tijd heb gehad. Maar toch had ik toen al een paar jaar zoiets van, ik wil iets anders, maar ik wist nooit wat. Dat was al een beetje het issue. En op een gegeven moment kwam ik via Facebook in aanraking met Tamara Zijlstra. Zij was een van de eerste VA's in Nederland. En zij had een soort van training. Ja, training niet echt, maar een soort van programmaatje wat je kon doorlopen. En dan kon je eigenlijk zien of het VA-schap iets voor je zou zijn. Hè, wat het eigenlijk inhoudt, hoe je dat zou kunnen uitvoeren en wat je dan zou kunnen doen daarin. En wat je al kunt en wat je voor vaardigheden zou kunnen inzetten. Nou, die training heb ik gedaan. En toen had ik echt zoiets van, oh, maar dit is leuk. Dit bevalt me wel. En ik was drie jaar daarvoor was ik begonnen met een persoonlijke blog. Gewoon om een nieuwe uitdaging te hebben. Daar had ik ook al mijn website voor gebouwd. En dan ga je wat leren fotograferen en schrijven. En dat vond ik superleuk. En in dat VA-schap kon ik een hoop van die dingen combineren. Dus ik ben toen naar mijn leidinggevende gestapt. In de tweede week van februari. Zo van, ik wil een dag minder gaan werken. En dat had ik al een paar keer gevraagd, maar toen hield me eigenlijk altijd tegen van, dan ga je minder werken. Gewoon om minder te gaan werken, maar dan heb je ook minder geld om uit te geven. Maar nu had ik wel een echt doel, zeg maar.
En dus ik heb toen, ja, zegt hij, per wanneer wil je dat dan gaan doen? Ik zeg, ja, per 1 maart. Oh, zegt hij, dat is over 2 weken al. Ik zeg, ja, ja, oké, okay, ja. Hm. Ja, en zo is dat eigenlijk toen begonnen. En ik moet zeggen dat hij daar heel behulpzaam in was. Dat was heel fijn. Dus nog altijd dankjewel, Ali. En ja, toen ben ik begonnen. En het plan was om... Dat ik dus hè, van Zweden hou. En ik zag heel veel ondernemers of mensen in Facebookgroepen die naar Zweden verhuisden. En daar bedrijven starten. Zoals een camping of hotel of ja, wat dan ook. Wel vaak in toerisme. Dat die dus echt spuuglelijke websites hadden. Echt gewoon, ja, die zag er gewoon aan af. Dat is gewoon zo in elkaar geflanst. Dus ik dacht, dat is mijn doelgroep, die ga ik helpen, die ga ik voorzien van een mooie website. En ik had ook wel iemand op het oog, iemand die naar Noord-Zweden was verhuisd. Een Nederlandse mevrouw, dus die belde ik op mijn eerste officiële werkdag. En superleuk gesprek, maar toen werd eigenlijk ook al meteen duidelijk van waarom dat ze zo'n spuuglelijke website hadden. Want er was gewoon nog geen geld. Ja, ze hadden andere prioriteiten eerst. Waar geld dan uitgegeven moest worden. En de website stond op puntje 10 of zo. Dus dat plan was al snel van de baan. En ik kreeg toen eigenlijk meteen vanuit mijn bestaande netwerk kreeg ik opdrachten. Dus ja, eigenlijk is het vanzelf gegaan daarna. Dus dat was wel grappig. Dat was wel grappig. Ja, en even voor mensen die niet weten wat een VA is. Dat is een virtual assistant. Iemand die... Yes. Op heel veel, nou ja, eigenlijk ga je ondersteunen en ondernemers ondersteunen op het gebied waar jij, zeg maar, expert in bent. En ja, het kan natuurlijk het van alles kan zijn. Heel veel vlakken zijn. Er zijn VA's die werken meer op administratief vlak, op boekhoudkundig vlak, op social marketing, social media vlak. Ja, noem het maar op. Er zijn VA's voor. Sommige mensen doen heel allround, doen van alles een beetje. En de meeste mensen specialiseren zich toch. En omdat ik nu al een aantal jaren toch goede ervaring heb opgebouwd, noem ik mezelf tegenwoordig een virtual professional. Dat dan toch iets minder assistenterig klinkt dan virtual assistant. Ja, het is dan kan je ook meedenken, dat is ook leuk. Ja, precies. Ja. Vaak is het heel, heel leuk om ondernemers te helpen. Dan zitten ze zelf van in een goede richting te denken, maar dan weten ze vaak niet wat voor puzzelstukjes je nog meer kunt gebruiken om het allemaal wat makkelijker te maken. Cool, cool. Maar jij bent dus niet van huis uit ondernemer. Nee. En in deze podcast gaan we het hebben over rijkdom in de brede zin van het woord. Ja. En rijkdom heeft ook met geld te maken. Dus ik ben benieuwd, want je bent dus niet van huis uit ondernemer, maar je hebt wel vast iets meegekregen over geld van huis uit. Ja, precies. Ja, ja, op zich ben ik opgegroeid in een gezin. Mijn moeder overleed toen ik 12 was. Dat was natuurlijk wel heftig. Alhoewel, ja, je gaat er gewoon doorheen, zeg maar. Dat is iets wat je meemaakt en daar sta je niet zo bij stil. Maar mijn vader, die had dus mij, ik was 12 en mijn zusje was 8, om te onderhouden. En... hij had het, ik weet niet hoe hij het gedaan heeft hoor, maar mijn zus en ik hebben allebei ons rijbewijs betaald gekregen. Een hbo-studie zonder studieschuld afgerond. En we kregen dingen als dansles en zo, dat vond hij, dat hoorde erbij. Dus hoe hij dat allemaal gedaan heeft, ja, dat weet ik tot op de dag van vandaag nog niet. Maar hij heeft echt wel hard gewerkt. En dus er was niet veel geld, maar we kregen wat we nodig hadden. En als we iets wilden wat er gewoon niet in zat, dan werd ook gewoon gezegd van ja, daar hebben we gewoon geen geld voor. En dan was het ook prima, weet je wel. Dat was, ja, dat heb ik nu ook gemerkt in het eerste jaar dat ik fulltime ging ondernemen. Dan heb je niet meer je salaris van je vaste baan. En ja, het ging op zich vrij goed meteen. Maar je weet dan gewoon van ja, ik heb nu gewoon iets minder te besteden. Dat zijn ook gewoon bewuste keuzes die je maakt. En daar doe je het dan gewoon mee. Dus ik heb dat nooit... Ja, we zijn eigenlijk heel zelfstandig opgevoed. En zorg dat je eigen baan hebt. En dat je eigen, ja, dat je jezelf kunt bedruipen, zeg maar. Dat je zelf je centjes kunt verdienen. En vooral niet afhankelijk moet zijn van een partner. Ja. Dus dat is wel van vroeg af aan al
ingehamerd, zeg maar. Ja, nou ja, nuttige les, denk ik. En daar heb je ook nog geldovertuigingen mee gekregen? Zo van, je moet hard werken voor je geld, of je moet sparen, of je moet, weet ik veel. Nee, niet in die zin van, je moet hard werken. Wel dat het natuurlijk wel handig is als je geld hebt. Maar ja, probeer ook vooral iets te doen wat je leuk vindt. Ah. Dat is nog steeds het allerbelangrijkste, denk ik. Dus ja. Ja, cool. En als jij geld hebt, waar geef je dan graag aan uit? Wat vind je belangrijk? Nou, ik koop graag kleding. Maar ik ben er wel veel bewust in geworden de laatste paar jaar, moet ik zeggen. Ook sinds ik ondernemer ben geworden, is mijn hele referentiekader van prijzen is eigenlijk wel heel erg gewijzigd. Ik denk dat dat bij iedere ondernemer wel gebeurt. Dus ik was vroeger echt zo'n saleskoper. Hè? Dan ging ik naar de sale en dacht, oh ja, leuk. En oh, dit kost maar nog maar 12 euro. Ja, dat kan ik niet laten liggen, weet je wel. En vervolgens ging ik een jaar later mijn kast opruimen en had ik het gewoon nooit aangehad. Dus dat soort dingen doe ik gewoon niet meer. Dus daar ben ik wel veel kritischer in geworden. En verder ga ik wel graag een keer uit eten of een weekendje weg of dat soort dingen. Maar ja, dat zijn van die dingen van, ja, dat zijn gewoon extra's. En als het er niet in zit, dan zit het er niet in. Dus dat is op zich ook niet geen punt. Nee, cool. En als jij nog maar 1 tientje zou hebben, stel dat je dat zou overkomen. Sommige mensen zeggen van, nou, dat gaat mij nooit gebeuren. Ja. Maar mij is dat heel vaak gebeurd. Stel dat je nog 1 tientje, waar geef je het dan aan uit? Of wat doe je daar dan mee? Met dat laatste voorlopig, hè? Er komt alweer een keer geld, maar je weet niet wanneer. Ja, precies. Nou, ik ben gelukkig nog nooit in die situatie geweest dat ik nog maar 1 tientje had. En ik vind dat inderdaad ook wel een lastige vraag. En eerst dacht ik van, oh ja, ik zal maar eten kopen voor mijn kat, dat die in ieder geval blijft leven. Toen dacht ik van, ja nee, maar ik denk eigenlijk dat ik dat tientje zo lang mogelijk zou vasthouden en proberen om er meer van te maken. Dus om het op de een of andere manier iets mee te doen, waardoor er meer geld binnen zou komen. Cool. Dus, ben je toch een ondernemer, ja. Kan had je dat in eerste instantie niet gedacht. Ja. En als je een tientje vindt op straat? Dan zou ik wel eerst even rondkijken van, is er iemand die het mist? Want ik zou het toch wel lullig vinden als het iemand anders laatste tientje was. Maar als ik iemand zou zien, dan zou ik daar denk ik ergens een lekker kopje koffie met een heerlijk stuk appeltaart voor gaan eten. Cool. Dus, of een Zweeds gebakje. Wat zijn Zweedse gebakjes? Oh ja, kaneelbroodjes. Ja. Oeh. Ja. En... Nou, stel nou dat je gewoon echt heel veel geld zou hebben. Als, ja, weet je, je doet de kraan open en ik moet gewoon geld uit, bij wijze van spreken. Het kan eigenlijk niet op. Ja. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Dan zou ik hier al een huis hebben, hier in Zweden. En ook mijn huis in Nederland aanhouden, want ik weet ook nog steeds niet of ik hier nou echt fulltime zou willen wonen. Maar ik zou er wel zeker de helft van de tijd willen zijn. En als ik dan zoveel geld had, dan zou ik ook mijn ouders wel vaker meenemen. Die zijn er nog nooit geweest. En zo ver autorijden, dat zien ze niet meer zitten. En vliegen is ook niet altijd even handig hier naartoe. Dus je zit altijd met lange reistijd. Dus dan zou ik ze wel een keer meenemen. En verder... Ja, ik denk dat wel het belangrijkste is. Dat ik dan wel vaker hier zou kunnen zijn, zeg maar. Ja, dus ook dat, cool. Ja. Maar ik zou ook wel blijven werken, denk ik. Want dat vind ik toch wel goed. Oké. Ja, cool. En wat maakt jou rijk, Debbie? Wat maakt mij rijk? Het feit dat ik ondernemer ben geworden... Dat maakt me enerzijds al rijk, want dan heb ik nu gewoon de mogelijkheid om hier in Zweden op zo'n huis te passen en een kat en toch hier mijn werk te kunnen doen. Ja, dat je gewoon locatie onafhankelijk eigenlijk bent. Dus dat vind ik wel, dat maakt me heel erg rijk. En verder natuurlijk familie en vrienden, vriendinnen. Die ik gelukkig, ik heb er niet heel veel,
Maar ik heb wel een hele goede, waar je eigenlijk wel altijd van op aan kunt. En zij ook van mij, mag ik hopen dat ze dat vinden. Dus dat je altijd wel met mensen hebt om op terug te vallen. Want je kunt heel veel alleen, maar het is niet altijd even leuk om alles alleen te moeten doen. Dus nee. Ja. Nee, dus dat zou je nog wel rijker maken als je niet alles alleen hoeft te doen. Alsjeblieft. Dat zou je nog wel rijker maken als je niet alles alleen hoeft te doen. Ja, ja, precies. Nou ja, maar ja. Vrienden, ja. Ja. En het zou leuk, ja, het is natuurlijk ook leuk als je je vrienden inderdaad kan laten overkomen als je in Zweden bent en zo, die dingen. Ja, 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 zo. Plenty geld en dan kan het een private chat. Ja. Ja. Maar hoe zit dat met jou? Zie jij het geluk in de kleine dingen? Ik bedoel, kan je koesteren wat je hebt? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ik ken mensen die nooit tevreden zijn, die altijd maar weer nieuwe dingen willen en meer en meer en meer. En dat valt me ook heel erg op bij heel veel ondernemers die dan mensen proberen te trekken van ja, dan wil je $10.000 verdienen in 1 maand of weet ik wat. Dat soort dingen denk ik altijd van ja, nee, voor mij hoeft dat niet zo. Niet zo gevoelig voor dat. Nee. Dus ik vind het super om hier te zitten en naar buiten te kijken en te horen hoe stil het is bijvoorbeeld. En daarvan te genieten en een kopje koffie erbij en heerlijk. Ja. Want dat is een beetje wat je doet als je in Zweden bent. Of ga je ook nog, rondrijden of nog andere plekken verkennen? Jawel. Wat ik super leuk vind is je hebt hier heel veel kleine dorpjes. Hier vooral in Småland, dat gebied waar ik zit, is heel bosrijk. Dus je hebt allemaal doorgaande wegen en ineens zie je dan zo'n zijstraatje waar dan een brievenbus staat. Ja, of een vuilcontainer. En dan weet je, als je daarin gaat, dan kom je in ieder geval bij een huis terecht. En vaak zijn het dan ook meerdere huizen. En dat vind ik gewoon super leuk om dan gewoon eens ergens zo'n straatje in te rijden. En dan rij je eigenlijk midden door het bos. En dan ineens dan wijken de bomen en dan heb je zo'n mooi grondgebied waar dan zo'n huisje op ligt. Hoor. En dan kan ik echt zo, dat wil ik later ook. Later als ik groen ben. Gewoon bent, ja. Ja. Ja, nou ja, weet je, het kan natuurlijk gewoon. Je kan het gewoon, als je overal kan werken, dan kan je natuurlijk ook gewoon, je in Nederland betaalt, kan je daar ook betalen. Alleen, ik snap ook wel, ik heb dat dilemma zelf ook heel lang gehad. Ik dacht van, ik wil wel in het buitenland wonen, maar ik wil niet permanent in het buitenland wonen. Dat zou ik gewoon dan weer ook te saai vinden of zo. Ja. Ja, dat ja. Kijk, aan zo'n huis kopen hier, dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Ik heb toevallig gisteren nog op de lokale funda zitten kijken. Hemnet heet dat hier. En daar kwam ik ook hier in de buurt huisjes tegen. En het begint bij 70.000. En dan heb je toch wel al een aardig huis, zeg maar. Je hebt ook nog opknappers. En dan kun je al voor 35.000 kun je al klaar zijn. Dus op zich hoeft het hier niet duur te zijn. En je kunt het, lijkt me ook wel leuk om zoiets helemaal op te knappen. Je moet hier ook eigen geld inbrengen. Dus je hebt sowieso al 10.000, 15.000 euro nodig. Wil je überhaupt iets kunnen kopen? En Nederland hoeft dat voor mij niet meer. Ik heb al lang geen huis meer gekocht. Wat ik heb ik al 14 jaar. Maar ik geloof dat in Nederland kan dat volgens mij wel nog. Dat je eigenlijk zonder geld een huis kunt kopen en puur op de hypotheek kunt doen. Dat kan hier niet. Dus je hebt altijd een soort startkapitaal nodig. Ik heb al een paar keer op Facebook leuke huisjes gedeeld. Met de oproep van wie wil mij sponsoren. Maar helaas heeft er nog niemand op gehad. Niet? We doen hier nog even een oproep. Mensen? Ja. Krijg je een jaar lang gratis VA als je even... Precies, ja. Ja. Grijp nu deze kans. Ja. Je weet het niet. Wat dat betreft is het gewoon mooi om het neer te zetten als gewoon van dat wil ik graag. En ik weet gewoon met dingen die je gewoon bij universe.com, zoals ik dat dan noem, bestelt. Als je maar helder bent in wat je wil, dan als je zegt huis in het buitenland, dan ben je te vaag. Maar jij bent vrij specifiek. Dus dan kan het gewoon gebeuren. Het gaat zeker ook gebeuren hoor, daar ben ik van overtuigd. Het is alleen nog een kwestie van wanneer. Leuk toch? Lekker vooruitzicht. Ja. Spannend ook, soort van. Ja. Het grappige is, ik had het toevallig laatst met iemand over, dat als je dan eerst denk je van, dat zou gaaf zijn als dat en dat en dat.
Bijvoorbeeld, ik had het met mijn huis in Amsterdam, of mijn, ja, ik heb nu een kleine studio in Amsterdam, vlakbij het IJ en vlakbij het centrum, maar niet in het centrum. En zo, ik had een soort lijstje van, oh, als ik dan weer terug naar Amsterdam ga, dan wil ik eigenlijk wel dit. En ik heb het nu gewoon. En, dan, toen liep ik van de week naar dit huis toe en toen dacht ik, een jaar geleden wist ik nog niet dat ik dit zou hebben. Ja. Hoe is dat? Ik kan gewoon zelf veel veranderen. En toen had ik helemaal geen huis. En toen reisde ik heel veel. En toen was ik overal nergens. Leefde ik uit mijn koffer. En een jaar later ziet het er helemaal anders uit. Ja, en dat kan gewoon. Nou, wat een heerlijk idee. Ja. Dus als het niet, als je in een mindere periode zit, denk je, ik wil hieruit. Nou, dat gebeurt ook gewoon op een gegeven moment. Ja, maar als je in een leuke periode zegt en ik denk, ik wil het nog leuker. Ja, dat kan ook gewoon. Ja, precies. Positief blijven. En inderdaad. Ja, visualiseren wat je wil. Dat helpt gewoon heel goed. Ik vond het echt... Even hoe mijn huisje eruit moet zien. Ja, maar dat is perfect. Dat is echt perfect. Ja. Ik had het dus ook. Ik had het gewoon... En toen keek ik later op mijn lijstje. Dat vond ik weer terug. Ik dacht, het staat gewoon exact wat ik wilde. Ja. Dat is toch gek? Ik vind het een soort... Ik vind het echt fascinerend, dat soort dingen. Ik zeg niet dat het met alles kan. Maar ik denk dat als je met sommige dingen... Dat dat echt wel... geef daar gewoon veel aandacht aan. En dan komt het vanzelf... Dan heb je, niet dat het dan op je pad komt, maar dan zie je het als het op je pad komt. Terwijl als je niet mee bezig bent, dan zie je het niet. Nee, dat is waar. Ja, toch? Maar goed. Ja. Hey, over inspiratie gesproken. Wat is jouw favoriete boek en waarom? Nou, ik heb niet echt één favoriet boek. Ik lees al jarenlang lees ik eigenlijk... veel detectives en van die verhalen over patholoog anatomen en zo'n hele serie van Kees Carpetta heet die hoofdpersoon. Die las ik al jaren voordat al dat CSI gebeuren op tv kwam. Ze vond ik altijd fascinerend. En ik hou eigenlijk wel heel graag erg van series. Ik binge ook tv-series wel. Maar ik vind ook in boeken vind ik het heel fijn om series te lezen. Dat je eigenlijk met de ontwikkeling van de karakters meegaat. En de laatste, een van de laatste series die ik heb gelezen, is die van The Seven Sisters. Ken je die? Ja. Nou, ik heb het niet gelezen hoor, maar ik heb er wel veel over gehoord. Ja, dat vond ik toch ook al, een hele fijne serie. Dat combineerde eigenlijk historische verhaallijnen over echt gebeurde dingen. Die dan meer met een fictieve verhaallijn werden verweven. En ik heb ze echt verslonden allemaal. Het zijn er, ik geloof, 6 of 7 tot nu toe die uit zijn. Er moet er nog eentje komen. En allemaal best wel dingen willen. Maar die heb ik al verslonden, zeg maar. Die vond ik erg fijn om te lezen. Oh, dus. Cool, ja. Dus echt, dat is wel een soort, dat is een soort combi van een roman en een geschiedenisboek dus. Ja, grappig. Ja. Ik lees nooit romans, of nou zelden... Ik lees eigenlijk alleen maar persoonlijke ontwikkelingsboeken. Oh ja, daar heb ik dus niks mee. Ik was over jouw vragen aan nadenken vanmorgen. En toen denk ik van, ik heb er wel een aantal die ik nog wil lezen. En ik heb ook dat boek van Marie Forleo, The Everything is Figure-Outable, heb ik gekregen. En ik ben erin begonnen. En ik denk van, Marie, je hoeft het me niet te vertellen. Want ik doe dat al, zeg maar. Ik snap al dat het zo werkt, weet je wel. Dus ik... Zeggen dat bij al die zelfhulp boeken dat ik dat niet nodig heb. Maar ik weet niet, het boeit me meestal niet genoeg om erin te blijven lezen. Dus ik ben dan meer van de fictie. Ja, cool. Maar dat zegt ook heel veel over jou. Dat vind ik ook wel leuk. Want inderdaad, met zelfhulp boeken. Ja, ik bedoel, ik heb ook nooit dat ik denk, dit is revolutionair. Maar het is meer een soort reminder dan zo van, dat zou ik wel kunnen doen. Weet je wel, meer dat idee. Maar het is ook wel cool dat je gewoon... goed op jezelf kan bouwen wat dat betreft. Ja, precies. Maar als ik hoor wat je meegemaakt hebt, dan denk ik ook, ik vind dat niet zo vreemd eigenlijk. ik bedoel... Ik ben trouwens aan het lezen, dan ben ik even niet meer wat de titel is. En die gaat over relaties, maar meer over verlatingsangst en bindingsangst. Liefdesbang. Liefdesbang, ja. Liefdesbang, ja, precies. Ja. Van Hannah Kuppen. Die ben ik aan het lezen, maar dat gaat echt in etappes. Dan denk ik, ik moet alweer zo'n stukje lezen. En het hele stukje sla ik ook over. Maar dat is ook wel maf. En dan denk ik van, volgens mij is er niemand die nergens last van heeft op dat vlak. Dus dat vind ik dan wel weer
een leuke uitdaging om dan toch verder te lezen en daar mijn voordeel mee te doen in eventuele volgende relaties. Ja. Ja, wat had ik daar ook weer uitgehaald uit het boek? Nou ja, zoiets van, je kan het allebei hebben en soms ook tegelijkertijd. Ja. En dat is heel lastig. Ja. Maar het helpt natuurlijk gewoon heel goed als je je bewust bent van, hé, wat is dit dan? Ja. En want relaties, dat is natuurlijk een heel interessant hoofdstuk. Als hoe ga je dat nou doen? Ja, eigenlijk bedoel, zeg maar liefdesrelaties of vriendschapsrelaties of businessrelaties, het maakt er eigenlijk niet uit. Eigenlijk moet je alles op een bepaalde manier hanteren. Maar dat is wel grappig inderdaad. Ja, ik vond het ook een inspirerend boek. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is een goede tip. Yes. En plus, kijk, als het met jouw persoonlijke leven goed gaat, dan gaat het ook goed met je business. Tenminste, dan heb je er ook meer energie voor en kan je er meer aandacht aan besteden. Terwijl als er allerlei gedoe is, dan is dat gewoon lastiger. Ja, in die zin. Is het ook best wel belangrijk om dat stukje ook te tackelen, om het zo maar te zeggen. Ja, cool. Hey, en nog even door op inspiratie. Heb jij ook iemand die een groot voorbeeld voor jou is? Dat kan een ondernemer zijn, maar misschien wel heel iemand anders. Ja, daar heb ik best wel even goed over na moeten denken. Want ik, misschien is dat ook wel eerder uit mijn verhaal gekomen, maar ik ben niet iemand die andere mensen idoliseert. Toen ik het typte, zei Google, dat kan niet. Het idolize, ik weet niet of er een goed Nederlands woord voor is. Maar ik heb wel een vriendin waar ik wel super trots op ben. En die ik wel echt als voorbeeld zie. Zij heeft een paar jaar geleden, is eigenlijk buiten haar schuld in de schuldsanering terechtgekomen. Of tenminste, dat duurde eerst nog een aantal jaren voordat dat zover was. En als ik zie hoe zij zich daar doorheen slaat en hoe ze toch weer goede manieren vindt om met het geld dat ze heeft om te gaan en te doen met wat ze heeft. En daarnaast toch de droom te gaan uitvoeren om zelf een tiny house te bouwen. Ja, dat is gewoon heel top. En ze heeft een heleboel tegenslagen gehad en ook een burn-out doorgemaakt. En ja, ze heeft best wel veel op de pad gehad. Dat ik op een gegeven moment ook zoiets had als er weer iets gebeurde. Van hallo, is het nog niet genoeg geweest, weet je wel. Maar ik vind haar wel echt een topper om even in het zonnetje te zetten. En door daarmee in aanraking te komen, word je ook zelf veel bewuster van hoe je met je geld omgaat. En wat er allemaal kan en wat er nodig is. En dat je eigenlijk veel minder nodig hebt dan dat je denkt. Dat is eigenlijk het devies, denk ik, wat daaruit komt. Ja, tof. Je kunt er altijd wel weer mee doen. En dan laat je maar dingen, maar je krijgt ook wel andere dingen voor terug. Ja, mooi. Nou, het lief van je dat je haar noemt. En ook dat je ziet hoe zij inspireert. Mooi. Ja. Heb je ook ondernemers die je inspireren of... dat vind ik wel interessant hoe die dat doet. Of zo zou ik het ook wel willen doen. Of juist helemaal niet. Dat kan ook, hè? Ja, als ik zo kijk naar ondernemers die je ken. En je leert er een hoop kennen. En er zitten natuurlijk een hoop grote namen bij. Maar wat me dan opvalt. En dan zijn het heel vaak coaches die dan hun manier van werken promoten. En dan denk ik van leuk dat je dat doet. En het is ook heel fijn dat je daar goed geld mee verdient. Maar ik heb eigenlijk sinds ik zelf ben gaan ondernemen altijd mijn eigen plan getrokken. En geprobeerd niet te spiegelen aan anderen, want dat werkt gewoon niet. Dus doe gewoon je eigen ding, doe wat jij leuk vindt. Doe wat bij jou past en dat werkt voor jou. En op dat vlak hebben we sinds begin dit jaar eigenlijk, hebben we met een drietal andere ondernemers een mastermind opgericht. En dat is een heel fijn clubje met vier dames. En we zien elkaar regelmatig. En offline als het kan. En we hebben ook een aantal sessies natuurlijk online moeten doen vanwege dat stomme virus. Dat is gewoon zo waardevol. Dat je gewoon met elkaar kunt sparren. Op zakelijk vlak en ook op persoonlijk vlak. Over de dingen die je bezighouden. Keuzes die je moet maken. Klanten waarmee je denkt van moet ik daarmee door? Wil ik daarmee kappen?
Ja, dat soort dingen. Meestal bespreken we van de afgelopen periode van wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan, waar ben je trots op. We hebben sinds kort ook zo'n pot waar we briefjes met successen in deponeren. Zodat we over een jaar die pot eens kunnen openmaken en denken van, oh ja, dat was er toen ook. Want heel vaak vergeet je die dingen natuurlijk ook weer. Dus ja, dat is wel heel waardevol. Dat is echt wel een idee ook. Zo, ja. Zou een goed idee om met andere ondernemers te sparren en gewoon, weet je, want het is best wel eenzaam, zeg maar, als je ondernemer bent, voor veel mensen die ziet van, ja, ik mis toch collega's en alles. En als je dan gewoon, weet je, een paar mensen hebt die een beetje, of op hetzelfde level zitten of iets hoger, van dat je elkaar kan helpen. De ene is natuurlijk op financieel vlak misschien succesvoller en de ander is misschien succesvoller op het vlak van acquisitie of van social media. Of van, zo kan je dan iets van elkaar leren. Ja, superleuk. Ja. Dat we allemaal wel redelijk op een ander vakgebied zitten. Oké. Dat is ook wel. Je ziet het dan ook weer vanuit een ander perspectief vaak. Dan zit je ergens mee en dan ben je er heel moeilijk over aan doen. Denk je van, oh ja, shit, hoe ga ik dat nou oplossen? En dan, doordat iemand daar een hele andere kijk op heeft, krijg je dan vanuit een hele andere invalshoek vaak een oplossing die eigenlijk heel vaak, dat ik daar niet aan gedacht heb, weet je wel, zo'n ding meer is. Oh, dat is, dat is inderdaad ook gewoon heel leuk, want je zeg maar, iemand die niet bekend is in jouw vakgebied, die kan dan ook een heel ander licht over laten schijnen. Dat is zo grappig, dat niet-experts, die kunnen meestal veel handigere oplossingen verzinnen. Ja, precies. Je hebt toch een soort tunnelvisie of zo, soms op je eigen vakgebied. Ja, dus altijd grappig. Even uitzoomen aan, even een helikopterview aan zetten, zeg maar. Ja, leuk hoor. Ik moet zeggen dat ik ook veel masterminds heb gehad en dat ik het ook altijd heel waardevol vind. Ja. Om met, gewoon te kijken van, hey, hoe pak jij dit aan? Hele simpele dingen soms, maar gewoon dat je eventjes kan checken van, hey. En je leert er altijd wat van. Ja, dat is superleuk. Ja. Yes. Hey Debbie, en ik vind het altijd, ik weet niet of ik hem zelf zou kunnen beantwoorden, maar als je mij echt zou kennen, dan zou je weten dat, ... Nou, ik had opgeschreven dat ik zwedofiel ben, maar dat is waarschijnlijk wel ook al duidelijk uit allerlei andere uitingen. Ik hou van tulpen en van appeltaart. En verder zijn er niet zo heel veel diepe dingen aan mij te bedenken, geloof ik. Ik zal eens even kijken wat ik nog had opgeschreven. Oh ja, en ik denk wel het belangrijkste wat ik wel altijd probeer te doen, is als ik nieuwe mensen leer kennen, dat ik dat altijd met een open vizier doe. Dat ik, in het werk dat ik deed bij mijn vorige werkgever, kwam ik heel vaak bij klanten. En dat waren heel vaak gemeentes. En daar zaten dan mensen van een bepaalde afdeling. En dan waren er vaak collega's die er dan eerder waren geweest. En die dan, die meneer X. Dat vind ik toch helemaal niks, die kerel. En pas maar op, want die doet altijd dit en dit en dit. En dan dacht ik altijd van, oké, dat kun jij wel vinden. Maar dat is ook de interactie die je natuurlijk hebt met iemand. Dus als ik dan naar zo'n klant toe ging, dan deed ik dat toch met open vizier. En probeer altijd mijn eigen mening over iemand te vormen. In dat opzicht probeer ik wel altijd heel mensen heel open tegemoet te treden. Om te zien van, is er een klik of is er geen klik? En als er een klik is, dan werk ik heel graag met zo iemand samen. En als er geen klik is, dan gaat het ook weer voorbij, zeg maar. Je hoeft niet met iedereen in je leven contact te blijven houden of vriendschappen voor het leven te sluiten. Nee, mooi. Ja, ik denk dat het ook, ik heb het ook altijd zoiets van, ik lees ook nooit reviews van dingen. Ik denk van, ik wil graag zelf mijn eigen oordeel vormen. Op basis van, gewoon mijn eigen eerste indruk. En ik kan ook wel, ik weet niet of jij dat ook hebt, dat je dan, dat je misschien soms wel een vooroordeel over iemand hebt. En dat je ook gewoon het bij kan sturen, weet je wel. Dat je, ik noem dat vrijheid van meningsverandering. Dat je gewoon soms denkt van, ik zag het eerst zo, maar nu heb ik voortschrijdend inzicht. En nu, je bent toch anders dan ik had gedacht. Of, ik had je eigenlijk in dat hokje gestopt. Maar, je bent helemaal niet in dat hokje. Ik vind dat ook leuk om dat dan terug te geven. En dan geef ik ook zelf toe van, ik had wel een voordeel. Ja, maar dat is ook zo. En ik vind zelf mensen die dat dus niet doen,
die dus een mening hebben en daar stug aan blijven volhouden. Ook al worden ze misschien van het tegenovergestelde bewezen, zeg maar. Dat ze daar dan aan blijven vasthouden, ja, dat vind ik ook altijd hele vervelende mensen. Dus dat is dan wel een vooroordeel misschien. Ja, ja. Die dat altijd doen. Nooit. Ja. Dus, ja, oh ja. Ja, nee, maar dat herken ik wel een beetje. Ja, dat is nou ja, gewoon niet. Maar het grappige is dat ik altijd van mezelf dacht dat ik heel open-minded was. Ja, nee, ik ben echt een open-minded iemand. Ja. Maar als iemand dan bijvoorbeeld met een, nou, ik noem maar even een stom voorbeeld, maar een extreem rechtse mening kwam, dan deed ik zo, ja, ik wil het niet horen. Dan dacht ik, ja, maar dan ben je dus niet open-minded. Dan ben je niet echt open-minded. Want je moet ook dus dingen waar je het niet mee eens bent, die moet je dan eigenlijk ook tot je nemen. En dan, een soort van, dan hoef je het er niet mee eens te zijn. Maar je kan ook agree to disagree. Weet je, dat idee. Ja, want ik hou ook niet zo van die oeverloze discussies. Van die meningen verkondigen. En ik zeg zwart en jij zegt wit. Ik denk van ja, het zal altijd een beetje grijs zijn, de waarheid. En ja, ik hou er dan niet zo van om daar tijd en energie aan te verspillen aan dat soort discussies. Mensen te overtuigen van jouw gelijk. Ja, dat ja. Dat idee zo van ja, ik denk zo, wil je geluk of wil je gelijk? Dus ik denk dat, nou, ik wil toch liever geluk. Dan staat er maar even dat hele gedoe. Laat me zitten. Ja. Ja, tenzij, soms heb je wel eens iets waar je van denkt van ja, maar dit is echt belangrijk of zo. Dan, dat is een ander verhaal. Ja, maar ook al die mensen die nou die meningen rondom dat virus nou. Ja. Ik probeer me daar helemaal niet mee bezig te houden. En ik weet niet wat ik moet geloven. En ik, misschien is het wel slim, maar ik negeer het gewoon een beetje. Oh, lekker gewoon van je af laten glijden. Ja. Zeg, wat vind je er nou van? Ja, wat vind ik ervan? Ja, precies, ja. Kan er dit van vinden, kan er dat van vinden. Ja. Nou, de conclusie. Ik heb wel betere dingen te doen. Ja, precies, ja. Dat is wel goed nieuws eigenlijk, hè? Dat we gewoon betere dingen te doen hebben als we ons daarmee druk maken. Ja, inderdaad. Dat zegt eigenlijk best wel veel. Ja. Het is gewoon waar je op focust. Daar, weet je. Je krijgt gewoon energie van andere dingen. Dat is toch heerlijk? Ja. Ja, precies. Fijn dat je jezelf ook zo goed kent. Dat je weet van, oh, nou, dat werkt gewoon voor mij. Ja. Ja, ja. Cool. Hey, en heb jij ook een groot levensles of groot levensinzicht gekregen waarvan je zegt van, nou, dat zou ik wel willen delen? Nou ja, Marie was mij dus voor om daar een boek over te schrijven. Ja, Marie zeg. Nee, ja, dat in het Nederlands noemen ze het ook, alles is uitvogelbaar. Vind ik dat dat was niet mijn vertaling geweest. Ik denk altijd maar, er is overal wel weer een oplossing voor te vinden. En daar ben ik eigenlijk ook wel mee opgegroeid met die overtuiging. Maar wat er ook voor problemen, issues, uitdagingen op je pad komen, er is altijd wel iets op te vinden om of het op te lossen of eromheen te gaan of weet ik wat. Dus dat is eigenlijk wel wat ik ook zelf meestal wel hanteer. Dus ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ja, dat past ook goed bij je rol als virtual professional. Ja. Dat je gewoon in oplossingen denkt. En niet in van, oh mijn god, dit is een heel groot probleem. En hoe nu? Ja. Dat je gewoon denkt van, nou, niet linksom, maar rechtsom. Ja. Maar, Cool. Inderdaad. Cool. Yes. En ik vind het leuk om altijd even iets te vragen over veerkracht. Want daar ben ik zelf heel erg mee bezig. Dus ik ben benieuwd naar, wat versta jij onder veerkracht? En kan je dat leren? Of je dat kan leren? Ik denk het wel. Ik denk wel dat je dat, veerkracht is voor mij dat je eigenlijk datzelfde als net. Van er gebeurt iets in je leven. En dat kan heel ernstig zijn of minder ernstig. En veerkracht is in mijn ogen dat je daar mee dealt, zeg maar. Dat je ermee omgaat, dat je het doorgaat, dat je... Ja. Ik vond dat zo grappig. Ja, wat ik in het begin al vertelde, van mijn moeder is overleden toen ik 12 was. Toen ging ik net naar de brugklas. Die zomer is dat gebeurd. Dus was al een aantal jaren ziek van tevoren. En ik kom nog wel eens mensen tegen later in de stad, die dan of vroeger mijn moeder kende, of bij ons in het dorp woonde, of weet ik wat. En dan die dan zo, oh god kind, wat heb je toch allemaal meegemaakt, en moeten meemaken in je jonge leven, en goh, 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 wat erg toch allemaal. En dan denk ik altijd van ja,
ja, het was geen leuke tijd. Het was geen fijne ervaring. Maar ja, het gebeurt en je gaat gewoon door, zeg maar. Je probeert ermee te dealen zo goed als je kan. En ja, dat zijn gewoon de dingen die gebeuren in het leven. En dan denk ik van ja, dat is denk ik ook voor mij veerkracht. Dat je gewoon, wat er ook op je pad komt, dat je daar ja, iets mee doet. En je gaat gewoon weer door. Hè. Je probeert het zo goed mogelijk af te handelen, op te lossen, hoe je het wil noemen. En je gaat wel door met een volgende fase in je leven. Ja. Dus ik denk dat ja. Dat, Nou ja, en in het geval van je moeder, als je zegt van nou, ze was al een tijdje ziek, dan wist je misschien ook dat het zou kunnen gebeuren. Ja. Dus dan ben je er ook op een andere manier misschien mee bezig of zo. Ja, precies. Maar en sowieso je, in die tijd, ja, ik weet niet, daar werd ook niet zo erg heel veel over gepraat, zeg maar. Het was niet dat we werden voorbereid. Je ving wel van alles op van de volwassenen. Hè? Ze dachten dat jij niet luisterde, dan bespraken ze die dingen. Maar ja, je had dan toch, die voelsprieten waren altijd wel aan. Dus ik denk dat het toen in, ja, we hebben het over 1986. Dus ik denk dat het toen heel anders was dan nu, denk ik, tegenwoordig het geval is. Ja. Dus, ja. Want ja, maar ik heb mijn vader ook nog wel eens over gehad. Zo van, ja, en... had dan zoiets van, ja, heb ik het allemaal wel goed gedaan voor jullie? En hè, van zijn eigen onzekerheden daarin eigenlijk. En ja, ook echt wel zo van, ja, pap, het is gewoon top hoe je het gedaan hebt. Hè, je had het niet beter kunnen doen in principe. En je deed ook, ja, je roeide ook met de riemen die je had. Dus, Ja. Je weet het ook niet, want je hebt het nooit eerder meegemaakt. Dus hoe moet je weten hoe je ermee om moet gaan? Nee. Dus je gaat er met de beste intenties mee om. Ja. En als ik het zo hoor, denk van, nou ja, weet je, dan heeft hij jullie toch wel heel, heel goed opgevangen. En je kan dat inderdaad dan zo'n soort te boek stellen als een soort van megatrauma en een soort alles aan ophangen. En je kan ook denken, ja, het is iets wat mij is overkomen, iemand anders overkomt iets anders. En weet je, ja, er zijn natuurlijk levels in van hoe, in de categorie erg en minder erg of zo. Ja. Maar ja, het is ook hoe je het ervaart inderdaad en hoe er voor de rest mee om wordt gegaan. Of je wel of niet het als een belemmerend trauma voor de rest van je leven gebruikt. Of als misschien als een iets waarvan je zegt van nou, dat is me overkomen, maar ja, ik heb er ook van geleerd. Of ik heb er ook veel waardering voor je vader voor gekregen, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Op een andere manier. En ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Het is onderdeel van je leven, maar het is niet... De hoofd, hoe noem je dat? Het is niet het hoofditem van je leven. Nee. Nee, maar dat is ook iets, dat is ook denk ik iets wat je bewust wel of niet doet. Kijk, sommige mensen die kunnen soort helemaal blijven hangen in een bepaald iets wat ze meegemaakt hebben. En andere mensen die kunnen niet. Weet je, er zijn ook mensen die het onder de tafel kleed of onder het kleed schuiven van nou nooit meer over hebben. Ja. Maar je hebt ook natuurlijk gewoon een manier wat je denkt van nou, dit is me overkomen. Maar ja, ik moet ook verder. En ik kan er wel de hele tijd bij stil blijven staan. Maar dat heeft helemaal geen zin. Ja, dat is ook hoe ik erin sta. Dus ik snap jou heel goed dat je zegt van nou, weet je, ja, het is ook dat is een onderdeel van je leven. En zo zijn er meer onderdelen. Ja. Ik bedenk me nu dat ik wel even een klein onderdeel moet toevoegen. Want ik heb het nu over mijn moeder die overleden is en mijn ouders die ik naar Zweden zou willen laten komen. Ja. Ja. Mijn vader is ondertussen alweer, 25, 30 jaar getrouwd met Martha, mijn bonusmoeder. En die kwam een jaar of 3, 4 na het overlijden van mijn moeder, is hier in ons leven gekomen. En zij heeft die rol gewoon fantastisch op zich genomen. Dus ik vertel dat ook niet aan iedereen hoor. Dus ik heb het ook meestal gewoon over mijn ouders, wat dan John en Martha is. Maar als je dan wat dieper over dingen gaat kletsen, dan komt dat natuurlijk wel vaker aan bod. Maar dat er verwarring bij de kijkers ontstaat. Bij de luisteraars, bij de kijkers, ja, als je het op YouTube ziet. Nee, maar ik vul dat dan al automatisch in van, oh ja, nee. Maar ja, en dat vind ik ook logisch, want het is al hartstikke lang geleden. Dus, ik denk dan, maar dat is goed dat je dat er even bij zegt. En dat is ook fijn dat je dat zo ervaart. Ja, ook dat kan je natuurlijk op 100.000 manieren ervaren. En het zegt heel veel over jou en hoe jij in het leven staat, denk ik. Van hoe je met dat soort situaties omgaat. En hoe je ook je bonusmoeder weer hebt kunnen omarmen. En dat je daar, dat je ook, zeg maar,
jezelf het geluk gunt, maar ook de mensen om je heen. Ja, ja, precies. Dus dat vind ik heel mooi daaraan. Dus ja, ik vind het wel, dat is ook wel weer inspirerend. En ja, je kan altijd op 100 manieren naar dingen kijken. Ja. Toch? Ja. Hey, en nou ja, we gaan een beetje afronden. Ik ben nog even nieuwsgierig daar. Ja, dat is ook een overgang van niks. Maar ja, zo gaat het soms. Heel serieus. En dan zeg ik, wat lees jij, luister jij en kijk jij op dit moment? Nou, ik heb het hier naast mij gelegd. Ik lees op dit moment een superleuk boek. Dat heet, oh, dat staat natuurlijk een spiegelbeeld, of niet? Nou ja, ik zie het gewoon. Nala's World, zie ik. Nala's World, ja. En dat is een boek van, ik weet niet of je het zo kunt zien. Het is een Schotse jongen, die heet Dean. En die is een paar jaar geleden, had hij ook zoiets van, ik vind mijn baan niet meer leuk. Ik ga de wereld rond fietsen. Dus hij heeft zijn fiets gepakt, is vanuit Schotland vertrokken. En die was een aantal maanden onderweg. En kwam ergens in, ja, wat was het, Macedonië of zo, kwam die een ketting tegen. Die, ja, ergens langs de weg, waarschijnlijk ergens gedumpt. En heeft dat katje meegenomen en naar de dierenarts gebracht. En die, dat katje reist, heet dus Nala. En die reist nu met hem mee. En in zijn boek beschrijft hij eigenlijk zijn reis tot nu toe, zeg maar. Dus begin dit jaar, of vooral vanwege dit jaar, is dat afgerond, dat boek. En dat is nu pas uitgekomen. En het is gewoon super inspirerend om te lezen hoe hij ook in die reis eigenlijk, en doordat hij dat katje heeft ontmoet, ja, dat hij zelf ook zijn purpose, zeg maar, heeft gevonden in de zin van andere dieren opvangen in allerlei landen die, ja, waar niet zo goed met dieren wordt omgegaan, om dan toch die organisaties te steunen en aandacht te vragen eigenlijk voor het hele dierenleedprobleem. En ik volgde hem al via Instagram. Hij heeft op een gegeven moment dus een filmpje van hem via de Dodo. Die ken je wel, denk ik. Zo'n Amerikaanse site die heel veel katfilmpjes en dat soort dingen, maar die bijzondere interviews eigenlijk doen. Dus daar is die op een gegeven moment door opgepikt. En ja, het is gewoon gigantisch hoe dat, wat voor een sneeuwbaleffect dat heeft gehad. En dat beschrijft hij ook in het boek, hoe dat in zijn werk is gegaan. Dus dat is super leuk om te lezen. Dus hij had het laatst, ik denk, ja, dat boek wil ik toch wel. Ik ben normaal van de e-books, ik lees altijd heel graag digitaal. Maar deze had ik zoiets van, ja, dat wil ik toch wel echt als een fysiek boek in de kast kunnen zetten. Ja. Leuk, leuk. Ja, ik moet een beetje denken aan die Street Cat Named Bob. Daar is toen ook zo'n film over gemaakt. En volgens mij was dat ook gebaseerd op een boek. Dat vond ik ook zo'n mooi verhaal. Ja, die heb ik nog niet gezien, maar die staat wel nog op mijn lijstje inderdaad. Oh ja, vond ik prachtig. Dat ging over zo'n straatmuzikant, die ook inderdaad zo'n kat. En die kat die ging dan altijd mee en die stal op een gegeven moment de show. Ja. En, zo klom hij langzaam uit zijn, volgens mij was hij drugsverslaafd of zoiets dergs. Maar in ieder geval, nou ja, ook zo'n verhaal dat je denkt van, ja, zo'n dier wat dan in één keer een hele mooie impact heeft. Ja, ja. Ja, en er is nog een volgens mij is die Canadese, Kelly Ulrich heet ze, geloof ik. Zij is illustratrice en zij volgde hun dus ook. En zij begon op een gegeven moment cartoons te tekenen van hun avonturen. Dus hij deelt heel veel via Instagram stories. En dan, ja, het is een Schot, dus hij praat echt met een vet Schots accent. Dus de helft van de tijd versta je hem niet. En zij maakt echt superleuke cartoons. En sinds, ik weet niet, een aantal maanden. Eerder deelden ze die gewoon gratis via Instagram. En nu wordt er één frame, zeg maar, gedeeld. En de rest kun je dan via een abonnement, kun je dat dan via hun site, kun je die allemaal lezen. En die zijn gewoon echt super hilarisch. Dus daar heb ik ook een abonnement. Dus hij verdient goed aan mij. Wat leuk. Het is echt leuk om hem te volgen. Ja. Goed business idee ook trouwens. Dus ja. Maar oké, ja, leuk. Nou, leuke tip. Heel iets anders. Oh, I love it. Ja. En wat luister je? Nou, ik heb pas mezelf getrakteerd op Spotify Premium. Dus ik luister op het moment wel weer veel muziek. Maar ik luister ook heel graag podcasts. En daar zit ik dan ook wel meer in de audiodrama's. Oké. Eigenlijk wat vroeger een hoorspel was. Dus niet een audioboek dat het gewoon door één persoon wordt gelezen. Maar echt verhalen met meerdere stemmen, geluidseffecten en dat soort dingen.
En de laatste die ik geluisterd heb is The Bright Sessions. Die heb ik nou helaas afgerond. En er is een vervolg op. Dat kun je alleen maar luisteren via Luminary, heet dat geloof ik. Dat is wel zo'n Amerikaans platform waar je als Europeaan, mag je daar niet binnen. Dus dat is wel vervelend. Maar dat Bright Sessions, dat ging eigenlijk over een, hoe noemen ze dat? Atypicals. Dus mensen die bepaalde vaardigheden hadden. Eigenlijk zoals je in die X-Men films en zo allemaal ziet. Maar dan, ja, net alsof dat gewoon echt is, zeg maar. Dus dat mensen dat soort vaardigheden hebben. Mensen die gevoelens kunnen voelen van anderen. Mensen die gedachten kunnen lezen. Mensen die, telekinese en zo kunnen doen. En dat soort types. En die dan bij zo'n psycholoog eigenlijk komen voor counseling. Dus ik vond het superleuk. Ja, goed, dat is allemaal weer afgerond. Dus ik heb al heel veel van die audiodramas geluisterd. En ik ben eigenlijk wel langzaam weer op zoek naar een nieuwe. En dan heb ik het liefst ook weer eentje waar heel veel afleveringen van zijn. Zodat ik even... Ja, precies. Nou, mensen die luisteren, als je nog een tip hebt, let us know. Ja. Wat leuk, ja. En, en kijken, zei je al, hè, dat je graag naar series kijkt. Ja. Ik heb het hele Scandinavische aanbod op Netflix, heb ik ongeveer gezien. Dus er is laatst wel een hoop nieuwe dingen bijgekomen. Maar of ik had ze al gezien via een andere weg, of het onderwerp boeit me dan toch niet. Dus het is niet dat het allemaal dat ik het allemaal kijk. Maar ja... En een toppertje vind ik wel, ken je Bonusfamilie? Ja. Ja, dat is van de mensen. Heel leuk. Geweldige gezinnen onder ons. Hilarisch. Ja. Ik heb helemaal niks met samengestelde gezinnen. Nee, ik vond het wel een hilarische serie. Ja, ik vond die echt heel leuk. Ja. Ik zie die issues wel om me heen bij andere mensen. Dat ik denk van, Oh ja. Heel leuk opgezet. Dus dat is een keer een... Een dramedy noemen ze dat, hè? Een drama-comedy. Ja, die is leuk, inderdaad. Goeie tip, ja. Ja. Nou, leuk. Hey, en heb je misschien nog een tip of een advies voor onze luisteraars, CQ-kijkers? Oeh, de grote tip. Nou, doe wat jij leuk vindt. Bedenk, probeer uit te vogelen. Everything is figure-outable. Wat jij leuk vindt om te doen, waar jij blij van wordt. En blijf niet in die baan zitten waar je eigenlijk om 9 uur naartoe gaat en 9:45 al denkt van, is het al 5 uur? Want dat is gewoon zo zonde. Dus niet dat ik had dat niet, zeg maar, zo erg bij mijn eigen baan. Maar sinds ik heb ontdekt hoe leuk het is om te doen wat je echt leuk vindt, ja, dan ga je ook gewoon, dan ben je ook niet aan het werk eigenlijk. Dan heb ik gewoon altijd wel een leuke dag. En dan zitten op zich ook nog wel eens vervelende dagen tussen. Maar over het algemeen, ik denk dat niet 100% perfect is. Maar over het algemeen heb ik toch iedere dag wel een leuke dag. Dus dat eigenlijk, doe wat je leuk vindt en ga erachteraan om dat te bereiken. Cool. Want het kan gewoon. Het kan gewoon, ja. Je kunt het gewoon doen. Heerlijk. Hey, Debbie, thanks voor dit leuke gesprek. Waar kunnen mensen jou vinden? Nog eventjes praktisch. We gaan het in de show notes natuurlijk eventjes wat linkjes zetten naar je site en alles. En je kanalen en Instagram. Maar ik ben op zich overal aanwezig. Op Instagram en Facebook en LinkedIn. En natuurlijk op mijn website, va4adventure.com. Op social media. Ik heb er een beetje een haat-liefde-verhouding mee. Ik maak er graag gebruik van. In de zin van dat ik toch wel bij veel handige Facebookgroepen zit. Maar er gaat er zoveel tijd in zitten. Dus dat probeer ik toch eigenlijk wel te limiteren. Maar de laatste tijd ben ik wel weer wat meer actief op Instagram. En probeer ik de stories uit. En ook van hier naar mijn verblijf in Zweden probeer ik iedere dag wel iets te posten. Dus dat is ook wel leuk. Of tenminste, dat vind ik leuk om te doen. Maar ik vind het heel vaak, voelde het een beetje als het moet en het... En daar heb ik een hekel aan. Ja, je moet ook delen vanuit enthousiasme. Dat denk ik ook dat het beste. Dus ik ben wel overal te vinden, maar ik ben niet overal even actief. Nou, dat is ook helemaal niet verplicht. Het is ook een belangrijke keuze die je dan maakt van...
En als mensen het willen checken, dan kan dat. We zetten dus de linkjes, zoals ik net al zei, onder in de show notes. En ja, dankjewel voor dit toffe gesprek, Debbie. Ik vond het hartstikke leuk om je beter te leren kennen. Leuk dat je mij een platform wilde geven. Graag gedaan. En we hebben weer allemaal goede tips gekregen van je, dus dat is superleuk. Ja. Heel veel plezier nog daar in Zweden. En, ja, dank. Ja, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno. Tot de volgende keer. Ciao.